De verkiezingsbus van Omroep Gelderland stond maandagavond in Wijchen. Daar werd gesproken over verschillende belangrijke onderwerpen in de gemeente Wijchen. Zo sprak fractievoorzitter van D66 Esther Dauvin over een nieuwe locatie voor windmolens. De locatie die nu genoemd wordt bij Bijsterhuizen kan niet bij iedereen op evenveel enthousiasme rekenen. Daarom stellen ze voor de weilanden tussen Beuningen, Druten en Wijchen ten zuiden van de A73 als locatie te gaan bekijken.